Mo commentaire. Mo commentaire. Hallo mensen, we zitten hier bij Barbara Beach. Dat is een mooi strand, ik kwam hier al toen ik klein was. Alleen zijn wat dingen veranderd, zie ik. Je hebt nu overal kleine tentjes staan en zo. Wel leuk in principe, maar ja, je krijgt toch snel, word je hier humeur, wordt eigenlijk verpest als je bij de ingang gewoon 6,50 moet betalen. Dat hebben we nooit hoeven te doen en... Ja, ik denk dat het echt een toeristensport is geworden. Ik bedoel, je ziet hier alleen maar makambas hier dicht bij de kant snorkelen. Of ja, gebeurt. Ja. Ik denk dat veel locals hier wegblijven, omdat het toch 6,50 is best veel. Dat voor een strand, zee en zon, wat in principe overal is, een eiland is. Dus ik heb nu sterk de indruk dat de mensen aan de top hier in Curaçao, dat ze echt... Ja, ze verkopen het eiland eigenlijk. Het is een pity. Je ziet daar ook, zie je die grote tonnen, die olie dingen. Nou, dat zie je bijvoorbeeld bij Pesba, zie je dat niet. Dan zit je helemaal alleen. Het is echt een pity, een shame. Okay. En er lopen overal securities, die zorgen dat alles geordend blijft. Dat is ook zeer geordend hier, dat zie je wel. Mensen zijn keurig. Aan de andere kant van Curaçao, dus waar de alle mooi zijn, ja. Dat is niet meer voor het publiek. Hè? Dat is dus alleen in handen van buitenlanders. Ja, alles is voor buitenlanders. Ze verkopen Curaçao eigenlijk. En dan maken ze zich boos over. De Curaçaonaren maken zich boos over dat het eiland niet meer van hun is en dit geen controle. Maar ik heb echt de indruk dat ze het zelf verkopen. Ze verpatsen het gewoon aan. Zodat het alleen maar voor toeristen is en buitenlanders. Ik bedoel, de laatste keer dat ik hier was, was het vol met Antillanos. Die stonden hier te barbecuen en te feesten. En, ja, is minder. Het is overigens wel heel mooi om hier te zwemmen. Want het gaat heel diep naar beneden gelijk. En je moet wel oppassen, want ze varen hier heel veel met jetskis en zo. En speedboten. Dus je kan ook overvaren worden hier. Dat is weg. We gaan even een kijkje nemen bij de directeur van het strand. Dit strand heeft een directeur. Kun je dat voorstellen als het Vondelpark een directeur heeft en dat je moet 6,50 betalen als je het Vondelpark in wil? Zo kan het ook worden in Mokum. Dus we gaan even kijken, weet je, wat die directeur erover te zeggen heeft. Bastet Suiker op Barbara Beach. We gaan zo praten met de jonk hier. Dat is de directeur van deze beach. Deze week heeft hij heel druk gehad met de interviews. Want de prins, die is hier ook, Alexander, die is hier ook langs geweest. En die heeft overigens hier achter een huis van 7 miljoen. Echt een groot huis. Met alles erop en eraan. Echt alles tot de Q-tips aan toe. En... ja, we gaan zo een interview met hem geven. Maar hij heeft het nu druk, hij is aan het dineren.
En in zijn eigen tent hier. En we gaan hem even wat vragen stellen over wat maakt deze plek zo speciaal om er, dat iedereen ervoor moet betalen. Waarom kunnen ze niet eigenlijk een regeling doen dat de locals gratis mogen en toeristen moeten betalen? Dat lijkt mij toch wel iets logisch. Want het lijkt me zo vreemd als je hier, iedere dag ga je hier naar het strand. Op een dag moet je je 6,50 betalen. Dan heb je toch ook zoiets van... Maar we gaan het hem vragen. Jullie komen zo te weten. Yes. Bij Barbara Beach met de heer Jonkheer, als ik goed zeg, ja. Het is de directeur van Barbara Beach. En ik wou u wat vragen stellen, is het goed? Ja hoor. Nou, laat ik eerst zeggen, u bent op het Santa Barbara Plantation. Ah. En Barbara Beach is een onderdeel van Barbara, Santa Barbara Plantation. En, ja, en ik ben directeur van Santa Barbara, of Barbara, ja, Santa Barbara Plantation. Oh. En onderdelen daarvan zijn Sirboca Estate. Ik weet niet of jullie daar geweest zijn, waar de huizen gebouwd worden. En Sirboca Marina. Het zijn onderdelen van Santa Barbara Plantation. En met de beach, heeft u, is u ook, daar ja, werkt u ook? Ja, Barbara Beach is dus ook onderdeel van Santa Barbara Plantation. En daar is Alonso Restaurant. En dat resorteert ook onder mijn verantwoordelijkheid, ja. En je hebt ook nog Barbara Resort, heb ik gezien. Ja, dat is een oude naam die wij hadden vroeger. Wij heten nu niet meer Santa Barbara Resort, maar Santa Barbara Plantation. Ja, mooie naam. Kunt u iets vertellen over de history van Barbara Beach? Dus his story. Ja. Nou, het is een heel populair strand, altijd geweest. Het was onderdeel van de plantage waar Santa Barbara. En zoals u weet is men in de jaren, het begin jaren 1900, begonnen met het winnen van fosfaat. En mijn maatschappij die is dus de beheerder en de eigenaar geweest van deze plantage. En dit strand is sinds die tijd zeer populair. Wij hebben het een jaar of twee geleden wat geüpgraded. Wat netter gemaakt, wat meer zand aangebracht, wat beplanting en het restaurant gebouwd. Het heeft veel onderhoud, dit strand? Ja, als je het een klein beetje netjes wil houden, dan heeft het ontzettend veel onderhoud, vergt het heel veel onderhoud. We hebben, als u iedere maandag kijkt wat er voor rommel allemaal opgehaald wordt van zo'n strand, dan sta je wel even van te kijken. Het is heel netjes, als je kijkt, het ziet er heel mooi uit. Ja, we doen ons best en men heeft wel eens een beetje bezwaren dat ze 6 gulden moeten betalen om binnen te komen. Maar die 6 gulden hebben we heel hard nodig om het zo netjes te houden. Zwaar, ja. En wat zijn nou de soort mensen die Barbara Beach aantrekken? Wat zijn de mensen die hier veel komen? Nou, we proberen dus een klein beetje niveau op Barbara Beach te brengen en te houden. Wij richten ons op familie met kinderen, mensen die daar een rustig weekend willen doorbrengen, een hapje komen eten en een prettige dag willen hebben. De teenagers die gaan meer naar Mambo Beach, dat is veel leuker voor hun, kunnen ze muziek maken, wordt er veel muziek gemaakt. Nee. Je hoort hier geen muziek bijna, hè? Nee, mensen die bij ons op het strand komen, die willen een beetje rust hebben. Hè? En het enige muziek die je hoort is op zondag. Als dus de jachten voor de reden liggen. Hè. Er komen op zondag komen zo'n 20, soms tot 40 jachten komen daar liggen. En dan wordt het heel gezellig. En dan heb je wel een beetje muziek. En dan heb je ook mensen op het strand, ja. Ik kan me voorstellen dat vroeger, dus echt lang, lang geleden, piratentijd, dat dit echt een baai was waar de piraten, zeg maar, invoeren. Waar ze... Nou, het is het. Het is de baai waar dus Alonso de Ojeda in 1499 binnen is gevaren. En daarom heet het ook Spaanse water.
Dat is ook de reden. En ze hebben hier de Kaikatias-Indianen zijn ze tegengekomen. We hebben op het resort twee archeologische sites waar je allerlei oude spullen vindt. Potten, pannen, stukjes tenminste, van potten en zo, van de Arawak-Indianen. Van die tijd? Vanuit die tijd, ja. Je had de Arawak en de Kaikatios. Ja, je voelt ook wel een beetje die sfeer nog. Als je daar zo loopt, dan zie je het echt. Van, het is, ja, het is heel ruig terrein. Het is nog heel ongerept terrein. Het is milieu heel gevoelig. Wij proberen dat ook zo te houden. We gaan heel erg voorzichtig om met het milieu. Puur natuur. Ja, wij proberen de ontwikkeling zodanig aan te pakken dat het milieu zo min mogelijk affecteert. Wat zijn nou de mensen die voor u werken? Wat zijn het Antillianen? De meeste lokalen, ja. Ja, we hebben de meeste lokalen. Ah, ja. We hebben 30 man aan onderhoudpersoneel en technische mensen, administratief personeel. En we hebben een behoorlijke ploeg van zo'n 32 veiligheidsbeamten, security force noemen we dat. Mm-hmm. Het is niet dat er hier zoveel misdaad is, maar het is voorkomen is altijd beter dan genezen. Dus we hebben een goed opgeleide ploeg jongens die dus 24 uur per dag het resort bewaken. Heeft u misschien nog personeel nodig? Nou, misschien in de toekomst. We zijn nu bezig met de eerste fase eigenlijk van de echte ontwikkeling. Dat bestaat uit een hotel met 350 kamers en een 18-holes golfcourse. Wow. Waarbij wij onze eigen water en elektriciteit en telefoon gaan verzorgen. Oh, dus heeft u uw eigen telefoon? Nou, we gaan onze eigen telecommunicatie verzorgen. En ook water en elektra. Ja, want soms valt de stroom in ieder geval eens uit. Hè? Ja, daarom willen wij proberen onafhankelijk te zijn. Niet dat dat de stroomleverantie op Curaçao zo slecht is hoor. Ik heb het heel veel erger meegemaakt. Het is natuurlijk een klein eiland en je hebt geen backup. Dus er gaat wel eens wat fout. Maar wij willen dus, en we doen het hoogstwaarschijnlijk in een soort joint venture met Aqua Electra, dat zijn de lokale nutsbedrijven. Dat is een lokale nutsbedrijf. Dat is mooi. Ja, we hebben een mooi beeld van uw resort, of plantation moet ik zeggen. Ja, nou ja, ik hoop dat het allemaal doorgaat waar we mee bezig zijn. Belangrijk voor Curaçao en voor de Curaçaose economie als dit allemaal positief uitpakt. Ik hoop het. Veel succes. Ik wil u bedanken voor dit interview. Tot ziens hoor. Oké. Ik weet niet of je iets kan opnemen van het oprit. Oh, het ziet er echt uit als een... een helikopterpair. Ja. Dat is mooi hoor. Tjonge, hier zitten vissen. Oei. Spaanse water. En dit is het hotel. Dit is Barbara Beach. Hier is de eerste hole. Maar dan heb je vaak dat de balletjes in de zee worden geschoten, hè? Maar dat is juist. Interessant, hè? Ja, precies. Fuck.
Lentes is sinds 2 jaar operationeel op Curaçao. 15 jaar geleden is Lentes International begonnen met het ontwerpen van toeristische onderzeeërs. Het bedrijf telt momenteel 12 onderzeeërs op 9 verschillende locaties en heeft tot nu toe 7 miljoen mensen vervoerd. Hierdoor is Atlantis Adventures de wereldleider in onderzeetours. Atlantis Curaçao is een van de 12 locaties die tours verzorgen. Op Curaçao kennen we geen onderzeeër, maar wel een semi-onderzeeër. In het Caribisch gebied biedt Atlantis 7 verschillende tours aan en is hierdoor